Yo mensen van Golden Power Productions en welkom bij een random GTA video. Want een nieuwe update is uit, een flinke upgrade zelfs. Ik dacht van, ik moet daar gewoon een video van gaan maken natuurlijk. Maar het enige wat ik eigenlijk gezien heb, is de trailer en het nieuwsbericht op de Rockstar Games website. Dus eigenlijk weet ik er pittig weinig vanaf en dat is misschien ook wel mooi. Dus het is een cunning stunts update. Jullie weten er waarschijnlijk meer van als ik op dit moment. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ik heb mijn Pokémon Go verslaving even opzij weten te zetten. Nadat ik deze Charmander gevangen heb. Even kijken. Kut. Hij rent weg. Nou dan niet. Fuck jou Lester. Het is tijd voor epische stunts. En als ik zeg epische stunts, dan denken jullie van, oh, ga je dan van een rempje rijden of zo? Natuurlijk niet, man. Deze update is echt zo ziek. Zo ziek dat hij bijna opgenomen moet worden op de intensive care van een ziekenhuis. Zo ziek is hij. Tragisch. Maar goed, in ieder geval even bullshit aan de kant schuiven, figuurlijk gesproken. En we gaan gewoon even kijken. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik heb hem net geïnstalleerd. Ik ga gewoon blind erin. En niet helemaal blind, want dan zit je zo te spelen. Zeg van, dat werkt niet. Dat ga ik sowieso niet doen. Ik zou deze, check alleen naar de thumbnail daar. Holy shit. Oh ja, wacht, er zijn natuurlijk ook nieuwe voertuigen. Even kijken, dat heb ik helemaal nog niet gezien. Ik weet echt helemaal niks. Ik weet dat er nieuwe voertuigen in zitten. Ja, het zou net zo goed de pausmobiel kunnen zijn. Ik weet het ook niet. Ik heb nog niet gecheckt. Holy shit, maat. Wat een sexy bakkie. Deze mag er ook zeker wel wezen. En deze natuurlijk ook. Natuurlijk mag hij er wezen. Daar heb ik niet eens over te zeggen. Als ik zou zeggen dat hij er niet maar zou mogen wezen, dan heb je niks van aan. Want ik ontwikkel dit spel niet. Lester, hou je fucking bek nou eens, man. Ik denk mijn telefoonnummer gaan veranderen, omdat die mama zit op te bellen. Dat is echt irritant. Wat ik dus net aan wilde klikken, is de stunt race Maze Bank Ascent. Maat, dat wordt cool, denk ik. Ik weet het niet. Laten we het zien. Het is één groot avontuur. Oh ja, ik had trouwens over Pokémon Go, hè. Daar gaan sowieso ook nog video's van online komen. Maar ik moet even een beetje nadenken wat voor video's dat gaan worden. Want heel veel mensen doen het. En je moet wel een beetje origineel zijn natuurlijk. Maar er komt sowieso nog iets van online. Dus daar kan je sowieso op verheugen. En ik verheug me ook heel erg op deze stuntrace. Maar ja, dat joint helemaal niemand. Oh man, een crewmember joint. Wat gezellig. Oh man. Het wordt druk in this bitch. Dat vind ik wel een rare uitspraak, want dan zou het heel druk zijn in een bitch. En dat is seksueel niet heel aantrekkelijk, vind ik zelf. Maar goed, ik zie ook niet echt een bitch hier, dus het is sowieso raar. We gaan gewoon beginnen met deze moine. Oh, nog iemand. Hij bent net te laat. Ik druk net op A, jongen man. Of vrouw, waar dan ook. Ik ga net deze sessie lanceren. Wat is het nieuw? Het is gewoon één dikke Lego auto. Ik ga hem gewoon bakken. Dit pakje is zo gay. Ik doe het voor die hilariteit. Oh my god. Ik zie dit alweer fout gaan. Oh yeah, dames en heren. Come at me, bro. Come at me. Oh shit. Wow, die spoiler is zo dik, jongen. Ik kan niet eens die auto voor me zien. Rijden! Oh shit, ik had de hele tijd start. Oh, King Cabbage is nu aan het spectaten. Omdat hij niet snel genoeg was. Wow, ik haal mensen in. Dit is helemaal niet normaal meer. Gelukkig kan ik wel een beetje racen. Oh, fucking hell. Deze tube. Dit is geen YouTube. Maar een tube is een buis trouwens, als je het niet wist. Oh my god. Nee, niet die man raken. Dat gaat fout. Dat was helemaal niet. Sorry, dat was niet de bedoeling, man. Sorry. Maar ja, boeien, klik voor je. Rukt. Kut, die man gaat er vandoor. Beter crasht hij. Alsof mijn moeder op de achterbank zit. Zo traag. Dat is heel traag. Van moedergrapjes ga ik nooit verveeld. Maar die ene man zit toch niet in de crew trouwens. Die man zit wel in de crew. Oh dude, daar gaan we alweer. We zijn op de buis. Als je dit tenminste op tv kijkt. En we zijn ook in een buis omdat we door een buis rijden. Oh maar wat, die man niet weet wat hij doet. Die man is snel. Heeft hij een andere auto of is hij gewoon motherfucking beest? I don't know man. Man. Oh. Ja. What the fuck? Wat die man aan blokken? Goed bezig, man. Oh shit, ik lig aan de leiding. Oh nee. Oh shit, bakjes maken met Jos. Oh mijn god. Oh, dit is cool. Oh, ik spiende. Fuck. Oh, dankjewel voor het setje, man. Oh, de epische jumps. Naast elkaar bijna. Hij gaat op me, dat vind ik. Oh nee, hij gaat niet op me. Wat een brief. Oké, hij is goed in die puistjes. Maar hij ging gewoon aan de zijkant, hè. Dan ga ik dat ook kunnen doen. Oh, dit gevecht. Ik lig nu tweede. Eerste. Tweede. Come on. Ik lig weer eerste. Dit is wel cool hoor. Ik heb ook gezien op zo'n screenshot dat er zo'n propeller in deze bar zat, zeg maar. Dat is helemaal gay. Dan lig je zo eerste. Net Mario Kart. Dan lig je eerste en dan word je in één keer gerekt. Door zo'n blauwe shell, zeg maar. Dat is een beetje hetzelfde hier. Alleen dan word je gewoon keihard kapot gemaaid door zo'n grasmaaier die een gras aan het maaien is. Maar auto's, weet je wel. Oh, bowlingbjallen. Holy shit, man. Ik kan er niet. Ik wil er heel graag tegen aanrijden om te zien wat het doet. Ja, dan valt hij om, maar. Oh, dan kan ik de weg versperren. Als ik. Oh, een gemiste kans. Wacht, ik heb dit ingesteld. Oh, wacht, dat kan nog steeds. Doe het. Oh, yeah.
Haha, boom! Het werkt ook toch? Oh, ik ben een meesterbrein! Oké, ik had hem op 2 rondjes ingesteld. Dat was rondje 1. Verdorie. Zolang we aan de lijnen liggen, is altijd lekker. Maar dit is geen mapje met zo'n grasmaaier die geen gras maait. Ik weet ook niet hoe ik het noem. Ja, propeller of zo. Maar die zullen er vast zijn. Ik had gezien dat er iets van 16 van die stuntraces zijn. En dat er binnenkort komt er ook een optie dat je zeg maar zelf stuntraces kan gaan maken. En zelf van die niet grasmaaiers kan neerzetten. Oké, propellers. Wat doen we nou allemaal moeilijk, joh? En we enteren de tube weer. Ik zie het licht aan het einde van de tunnel. En eigenlijk ook aan de zijkant van de tunnel, want hij is doorzichtig. Dus al het licht komt er gewoon erin, hè. Wow, die man! Hij is snel! Ben ik langzaam? Of is hij snel? Volgens mij heeft hij echt een andere bakkie. Oh, wacht, hey, dat is die andere. Dat is niet die man die net eerst lag. Dat was die man die kraf had gepeukt. En nou is hij natuurlijk uit op revanche. En nu wil hij mij keihard... Ja, weet ik wel wat hij keihard met mij wil doen. Gaat verdamme trouwens. Maar ja, ik denk dat die man uit is op een wraak. Het is zo stom, hè, dat woord wraak. Je spreekt het uit als wraak, maar er staat een W. Wie de fuck heeft dat verzonnen, man? Blijf van die fucking Joko's af, jongen, man. Of oude man, of weet ik voor wie dat verzonnen heeft. Zou vast wel een hele oude man zijn op dit moment, want de woord bestaat pittig lang waarschijnlijk. Oh, Jos, gaat hij overwinnen? Net als in de Formule 1-serie waarin ik ook altijd fucking beest was. Oh mijn god, dat ging bijna op zijn kop. Nee, please, no, oh mijn god. Oh, hyperventilatie, die man zit achter mij. Nee, nee. Fuck jou en heel je familie, man. Fuck. Dit gebeurt mij natuurlijk weer, hè. De hele tijd gaat het goed. Tot aan het einde, want dan gaat het niet meer goed. Dit is gewoon pure karma. Dit gebeurde niet in de Formule 1-serie. Hé, dit is mijn kegel die ik zelf ervoor mee had gelegd. Hier kan ik echt niet tegen. Nou moet ik gewoon nog een andere aflevering maken waarin ik godverdomme wel ga winnen. Zo onterecht. Die man heeft echt 2 seconden aan de leiding gelegen en die wint. Jezus Christus. Ik ga gewoon fucking Charmanders vangen. Dat kan ik tenminste wel. Ja, ik kan racen kan ik ook wel. En mijn stem over laten slaan kan ik ook heel goed. Maar dit was gewoon onzin, hoor. Die man gaat op zijn kant. Oh, hij ontploft helemaal. Dit man is gek. Ja, you finish second. Wrijf het er nog maar even lekker in, ja. Of wrijf het er maar lekker in, want dan schrijf je ook met een W. Jongen. Ik snap het ook niet meer, hoor. Ik mag je best wel als persoon, hoor. Maar als wij op de racebaan zitten, dan maak ik je liefst gewoon een kopje kleiner. Dan ga ik de volgende keer weer iets anders doen waarschijnlijk. Ik heb geen idee. Tot de volgende keer terug in de mogen. En de volgende keer ga ik wel winnen. Dat beloof ik later.